Vandaag gaan we freerunnen in nat weer. Dit is nat, dit is nat. En dit is glad, dit is Jari. Het is nu een beetje koud en nat buiten, maar hoe gaan we naar buiten trainen? Oké, dat kan. Het is nu een beetje nat en koud buiten en wij gaan jullie laten zien hoe je moet trainen. Bro. In 3. Dit kan denk ik wel. Nog misschien leuk om Te plakken. Dat kan wel. Ik hou je tegen. Ja. Vang je op. Dankjewel. Veilig freerunnen. Dit is zodat kinderen thuis ook kunnen. Kom je daar nu alvast mee? Bro, dit hebben we echt 100 keer gezegd tegen jou. Ja. Hier, dat was heel veilig. Kijk, als je buiten bent, dan kan je prima vals doen. Je kan prima een paar sprongetjes doen, maar dan moet je niet te ver springen. En helemaal als je iets met ijzer hebt en het is nat, dan moet je echt niet met je voeten erop. Ik kan wel gewoon vastpakken. Want mijn handen glijden toch niet zo weg. Maar als ik nou mijn voet erop zou zetten, dan glij ik echt weg. Oh, als ik naar beneden ga, even safety af. Je gaat echt vallen, hè? Nou, misschien wel, maar... Okay. Dat is eng. Dat is heel eng. Ik val me af of jaren, ik denk dat het echt een verstandig idee is. Nee, dat is niet verstandig. Kijk, je hebt normale mensen, die kunnen normaal nadenken. En dan heb je jaren, die heeft gewoon een reptiele brein. En dat is, oh, dat is leuk, ga ik doen. Ik vind het best goed eigenlijk. Oh, oh. Oh, kijk je buttflare. Je kan op zand prima afzetten. Dan heb je best wel veel grip. Ik moet alleen even alle takjes weghalen. En oppassen voor het gras, want dat kan heel glad zijn. Ah, pauwkork. Het scheelt wel weg. Very nice. Nou, even een mooi voorbeeld. Als je een muurtje hebt. Dit is mooi. Gewoon. Ja, wauw. Dit is gewoon een mooi muurtje. Je ziet dat het gewoon normale kleur is. En hier zie je dat het helemaal groen is van al het mos. Nou, en hier heb je heel veel grip. Maar bij de andere heb je niet zo veel grip. Daarom doe je een warming up. Hoezo, de warming up is dit? Ik geef 2 minuten en ik ben weer de week. 2 very boring minutes later. Dames en heren, aangezien het dus heeft geregend, is echt alles nat. Hou er ook echt rekening mee dat je echt alles checkt en ook echt alles voordat je bepaalde sprongen doet. Naar muurtjes, naar stoeprandjes, want je kan gewoon uitglijden. Check je surface. Wees niet zoals ik. Dankjewel. Ja, maar dit is wel chill, want je hebt. Dit is echt heel zacht met al dat mos. Doe maar. Dit is hoe zacht het is. Wesley, dit check. Sick. Top.
Oké. En omdat het dus zo glad is, kun je beter op zoek gaan naar een overdekte spot. Daar kun je lekker droog trainen. Zoals hier, overdekt. Super nice. Niet goed. Oh. Ah! Los! Nice. Ga niet met witte schoenen freerunnen. Blijf niet wit. Zoals je ziet, regent het nu. Maar Jari heeft een mooie spot gevonden en hij gaat één lijpe trick doen. Nog nooit eerder buiten gedaan, toch? Jawel. Ja, niet naar steen. Ja, jawel. Oh. Maar misschien niet in metaal. Metaal. Precies. Nog harder dan steen. Nog dat. Nice. Okay. Bedankt voor het kijken. Oh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deel deze video even en like en subscribe. Later! Oh.